Bij alle coronapieken staat ziekenhuis, maar zeker ook intensive care capaciteit in het centrum van de belangstelling. En daar hebben we dus kennelijk telkens niet genoeg van. Er is geen plan gemaakt hoe we kunnen komen tot meer intensive care capaciteit. En daar hebben we nu een beetje last van. Het besef dat we in Nederland weinig en waarschijnlijk te weinig intensive care capaciteit hadden, dat bestaat al heel erg lang. Al jarenlang wordt bij elke griepgolf, elke influenza piek, worden er operaties afgezegd. En kunnen mensen niet de juiste behandeling krijgen. Maar daar waren we aan gewend en daar besteden we nooit zoveel aandacht aan. Nu met corona zie je dat dit eigenlijk een situatie is die we niet willen. En bij de eerste coronapiek hebben we ook allemaal tegen elkaar gezegd, onze intensive care capaciteit is niet genoeg. In andere landen waarbij datzelfde speelde, bijvoorbeeld in Engeland, is men heel hard aan de slag gegaan in de afgelopen anderhalf jaar om het aantal intensive care bedden te verhogen. Nederland heeft duidelijk veel minder intensive care bedden per 100.000 inwoners dan andere landen. Duitsland, maar ook landen als Frankrijk, België hebben allemaal veel meer IC-bedden dan Nederland heeft. En hoe komt dat nou? Heel veel van de patiënten die in andere landen wellicht op de intensive care komen, worden in Nederland op postoperatieve bewakingseenheden of misschien zelfs gewoon op verpleegafdelingen behandeld. Omdat het niveau van onze zorgverlening vrij hoog is, kan dat ook op een verantwoorde manier. Dus dat is alleen maar goed. Maar daarnaast is het ook zo dat we een systeem hebben in Nederland waarbij er heel erg op de kosten gedrukt moet worden. En een intensive care bed is natuurlijk heel erg duur. En zo zie je in de afgelopen jaren dat er een hele duidelijke dalende trend is in het aantal intensive care bedden. Want daarmee kunnen de kosten worden bespaard. Je hoort mensen best wel vaak zeggen van ja, maar we hebben in Nederland ook minder bedden omdat wij gewoon realistischer zijn over wie wel en wie niet op de intensive care opgenomen moet zijn. En in landen zoals Italië en Duitsland, ja, daar wordt gewoon iedereen op de intensive care opgenomen. Al ben je 95 en heb je heel veel andere kwalen. Ja, en dan heb je dus meer bedden nodig. Nou, dat is echt niet waar. Die discussie speelt in andere landen inmiddels net zoals in Nederland. De oplossing die in de meeste landen gevolgd wordt is, dat is niet goed. Dus we gaan alles eraan doen om de capaciteit toch maar weer wat op te rekken, zodat we aan die vraag kunnen voldoen. Maar in Nederland is die discussie op een of andere manier een beetje vreemd. Want daarbij zeggen we, nee, onze capaciteit is op een gegeven moment gefixeerd. We kunnen niet meer doen. En dat betekent dus dat we iets aan de vraag moeten doen. Dat wil zeggen, we gaan sommige mensen niet meer opnemen op de intensive care, terwijl ze dat eigenlijk wel nodig hadden. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want stel je voor, je komt op de eerste hulp en je ziet daar twee voorheen gezonde 40-jarige mensen die nu getroffen zijn door corona en eigenlijk alle twee intensive care nodig hebben. En we hebben maar één bed. Wat gaan we dan doen? Volgens de code zwart protocollen gaan we, als we op een andere manier geen keuze kunnen maken, dan uiteindelijk loten tussen die mensen. Dat stuit tegen de borst van gezondheidszorgprofessionals. Natuurlijk gaan we niet loten, dat kunnen we die mensen ook niet uitleggen. Dus uiteindelijk denk ik dat we dan toch weer ergens een extra bed zullen gaan vinden, ook voor die tweede patiënt. De beperkende factor bij het uitbreiden van IC-capaciteit is personeel. Als je de intensive care capaciteit op korte termijn uit wilt breiden, heb je eigenlijk maar één keuze. Dan zul je aan intensive care verpleegkundigen moeten vragen, daar waar ze normaliter één patiënt verplegen bijvoorbeeld, of ze dan niet onder deze uitzonderlijke omstandigheden twee patiënten willen verplegen. Maar dan moet je ze natuurlijk wel hulp geven. Dat is een weinig aantrekkelijke optie, want intensive care verpleegkundigen hebben dan toch het idee dat ze niet voldoende kwaliteit van zorg kunnen bieden. Dus je zult ze moeten uitleggen dat dit alleen maar een korte termijn plan is. Het lange termijn perspectief voor intensive care is natuurlijk dat we een capaciteitsplanning maken en zeggen hoeveel van die bedden willen we nou eigenlijk hebben in Nederland en dat we dan ook energiek aan de slag gaan om daar te komen. Dus om te plannen waar die bedden moeten komen, om te plannen hoe we het personeel dat we daarvoor nodig hebben gaan opleiden en vooral ook hoe we het personeel dat we daarvoor hebben opgeleid kunnen behouden door het werk voor hen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Veel mensen zeggen, ja, dan moet je ze beter betalen. Nou, dat zal misschien een heel klein beetje helpen, maar dat helpt vooral omdat je daarmee tot uiting brengt dat je hen waardeert.
Maar we weten ook allemaal dat als je mensen meer salaris geeft, dat na een maandje of drie je dat toch alweer een beetje vergeten bent. Dus hoe hou je het werk verder spannend door hen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen, zich te scholen? Je zou ook kunnen denken aan betere arbeidsomstandigheden. Toen ik in Londen werkte, toen hebben we daarmee geëxperimenteerd. En toen zijn we gegaan naar een systeem waarin mensen niet meer 5 dagen in de week 8 uur gingen werken, maar 4 dagen in de week 10 uur gingen werken. En dat scheelt dus 1 dag reistijd en 1 dag kinderopvang voor heel veel mensen. En uiteindelijk was het daarmee dan toch mogelijk om mensen meer tevreden te houden, ja, over de combinatie werk-privé. En ik denk dat dat voor Nederland ook een goed idee zou zijn, zodat we bij elke volgende piek, of dat nou corona is of een andere pandemie of ziekte-epidemie, zodat we dan voldoende capaciteit hebben voor kritisch zieke mensen.